Heb je een leuke stelling? De Hot Coffee Show. Jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van de Hot Coffee Show. De show waar de koffie rijkelijk vloeit en de stellingen daarmee ook. En heet zijn. En heet zijn, ja. Vooral heet zijn. Op een 2018. Cheers! Beste wensen, ook voor jullie beste wensen. Dat er maar heel veel moois mag gebeuren. Wat wens jij ze? Dat ze snel internet. Mooi. Ik wens je geen lag toe. Your life sucks! En ik wens je goede RNG dit jaar. In de lootboxes. Oh, het is een fucking player icon. Dat je teamcompositie goed is. Mooi. Gezondheid kan dus geen flikker schelen als je internet snel is. Nee, inderdaad. Ja. Hand eraf van het vuurwerk. Nou ja, prima. We hopen dat je internet snel is. Precies, moet je lekker VR gaan spelen, kun je dan een beetje zwaaien met die move controller. Hashtag too soon. Maar goed, we hebben een hele leuke stelling weer deze week bedacht. Ja. Hij is niet door jullie bedacht. Volgende week komt er een stelling van jullie volgens mij. Maar het is begin van 2018. Ja, je weet dat we het over 2018 gaan hebben. Als jaar. Als persoon. Kom maar. Kom maar door, Tom. Je had hem bedacht. Ja, kom maar door 64. Ik vind gewoon niet leuk meer. Voor 2018. Nee, ik ga weg. Dan doen we wel een hot coffee show met andere mensen. Nee, prima. Nee, dat is prima zo. We dachten we gaan het hebben over 2018. En dan vooral het 2018 van Gamersnet. We kunnen natuurlijk zeggen van, nou, welke games kijken we naar uit? Nou ja, dat behandelen we al in goede frek. Daarom is de stelling van deze week de voornemens van Gamersnet. Dat is niet echt een stelling. We gaan gewoon opnoemen wat onze voornemens zijn. De voornemens van Gamersnet zijn goed. Ja. Dat is een goede stelling. Nou, ja. En dan ook nooit vertellen wat onze voornemens zijn. Nee. Nou, komt wel goed. Heb jij echt voornemens? Laten we even voor de mensen thuis. Hallo, leuk dat je kijkt. Maar Tom heeft sinds 2017 een contract voor 3 dagen in de week. Dus dat is voor jou wel life changing. Gestopt met school. Ja, yeah, dat kan ik iedereen aanraden. Jawel. Ik ben ook gestopt met school. Ik ben ook heel succesvol. Me mando por la noche. Había bajado más el agua y por la mañana había subido. Ja, kijk waar we zijn. Ja. Iedereen wil ons zijn. Ja, stop met school, allemaal doen. Dat heeft wel heel veel veranderd, maar het was wel je eerste jaar. Je eerste jaar is natuurlijk altijd een beetje achter alles aanlopen en leren. Ja. Ik merk ook dat jij zoiets hebt van, dat is nu voorbij. Ja. Godverdomme. Ja. Anders is het van, Tom, 2018 was het jaar waarin je je 3 dagen contract kwijtraakte. Als het gaat om voornemens inderdaad, ik hoop wel dat ik op het bedrijfstechnische vlak wel meer kan betekenen. Wat niet zo interessant is voor kijkers, maar ik denk ook wel, mijn voornemen is ook wel weer dat het een goed jaar wordt met de content die we hebben dit jaar. Dus er zijn een aantal dingen die terugkomen / terug zijn. Er zijn een aantal dingen die we willen veranderen qua vaste content. De indeling ook sowieso, dus dat wordt allemaal heel anders. En ik hoop gewoon dat dat goed gaat en dan gaan we er gewoon voor. Ja, maar dat is natuurlijk ook wel de grootste verandering, dat we nu straks 6 vaste hosts hebben. Ja. We verwelkomen Marcel terug. We verwelkomen Akeo als meer grote speler. Ja. En Soraya natuurlijk komt erbij, dat is helemaal leuk. En dan Daniel, Tom en ik. Dus dat wordt 6 mensen en Rebby. En dan wordt één groot feest. Ja, en dus ook de vaste streamkoppen eigenlijk zo'n beetje. Ja. Ook dat, ja, dus dat is ook wel een beetje... Soraya gaat ook streamen. Yeah! En wat ik ook heel fijn vind, is dat we heel veel nieuwe items gaan maken. Want de Gamers Radio krijgt natuurlijk een opvolger. Dat is een goed voornemen, though. Dat het de grandeur van Gamers Radio na kan leven. Ja, dus dat hoop ik wel. Het is een beetje lastig om hele concrete voornemens te stellen. Weet je wel, dus we gaan het toch gewoon maken? We gaan het doen. We gaan het goed doen. Maar dat is dan heel subjectief of het dan goed is. Dat is een beetje aan jullie natuurlijk. Ja, en we gaan nog meer doen met jullie. Dat is ook een heel groot voordeel. Want er komen meer vriendendagen. Namelijk elke taal. Hoppatee. 4 vriendendagen in het jaar. 4 vriendendagen in het jaar. Het eerste is in maart. We hebben nog geen datum. Het zal ergens eind maart zijn. En dan gaan we elke taal doen. En dat vinden we superleuk. Want dat is eigenlijk, voor mij was dat een soort van hoogtepunt van 2017. Is hoe daar werd gereageerd. En dat we echt hier zoveel mensen hadden die allemaal zo graag hier de games willen vieren. Ja, de games vieren. Wat mooi. Ja, maar dat is natuurlijk wat we doen. Dus, ja. Dus dat komt meer. Daar heb ik ook heel erg veel zin in. En de Gamers and Rebels krijgen er een paar nieuwe teams bij. Ja. Dus dat is ook wel een grote speler. Dat is trouwens dat is ook wel een soort van vaste speler in de indeling van Gamersnet, denk ik. De Rebels. Ja, maar daar is Marcel nu 100% verantwoordelijk voor. Ja, oké, dus hij is de manager. Hij zorgt dat er coke is in de kamers, hoeren. Ja, strippers voor de iets kuisere Rebels. Ja, christelijke Rebel. Dat is allemaal voor Rebby trouwens wat ik nou opnoem. Ja. Maar nee, dat zijn wel... Dus vooral de content en de indeling wordt anders. Ik heb heel veel zin in dat nieuwsitem wat wij samen gaan maken.
Oh, komt dat ook nog? Ja, komt ook. En oh, er komt ook een item waar we mensen vanaf van jullie zeg maar, naar HQ halen om dingen te winnen. Ja. Ik had het midden in de nacht met Nieuwjaarsdag ook al over van zullen we gewoon gaan streamen bij mensen thuis? Dat we elke week naar iemand toe gaan om daar te streamen. Laten we dat voornemen we noemen niet het doen. Thuis bij. Ja, ja. Gaan we kijken hoe jouw setup is, of je koffie goed is. Ja, de gameset doet er was bij. Ja. Oh, dat zou mooi zijn. Ja. Dus dat gaat wel gebeuren, ja. Ik ben wel vooral benieuwd naar de opvolger van Games dat Radio ook, hoe dat gaat zijn. Dat is voor de rest gewoon... Ik heb nog een scoop voor jou trouwens. Oh, dat wordt ook nog wel leuk. Nee, een scoop. Iets wat jij nog niet weet, ga ik je nu vertellen. Ik ga nu kijken hoe hij gaat reageren. Oké, ja, hit me. Ik ga nog een podcast maken met Leon. Oh god, er komt er nog één bij. Je bent een podcast dreven. Ja, dat wordt nummer 3. De Peetcast. Dat wordt nummer 4. Oh, dat heb ik. Oh. Wauw. Ja, je bent gewoon zo wel een podcast dat je gewoon 2 uur lang gewoon in je eentje ook gewoon kan praten over jezelf elke week. Dat zou zo vet zijn. Ik zou luisteren. Ik ook. Heel vaak terug. Ja. Nou goed jongens, bedankt voor het kijken naar deze week Hot Coffee Show. Die waren een beetje onze voornemens voor het komende jaar met Gamerset. Dus 1 ding niet behandeld, komen snel terug. Weten we ook al, gaat iedereen over zijn. Maakt het niet uit. Gaan we het later over hebben. Dat komt goed. Heb je zelf een leuke stelling? Wat moeten ze dan doen, Tom? Nou ja, je mag hem hier achterlaten in de comments. En dan kunnen wij kijken of we volgende week jouw stelling gaan behandelen. Misschien zitten er andere mensen, misschien zitten wij er alweer. Kan allemaal. Ligt ook een beetje aan wat voor creatieve leuke stelling je hebt. En de pizza is er. Dus wij signen off. Dat was het voor deze week. Cheers. En nogmaals op een goed 2018. Ook op GamersNet.